De aangekondigde tariefsaanpassing van Telesuur ingaande 1 juli 2017 heeft de afgelopen periode voor heel wat ophef gezorgd. Volgens het bedrijf is deze aanpassing noodzakelijk, gezien zij al enige tijd niet kostendekkend opereert. Op social media is echter het idee ontstaan dat het gaat om een forse verhoging van de tarieven. Waarnemend directeur Mike Antonius zei vanmiddag op een persconferentie dat hij ook de kritieken over de dienstverlening van het bedrijf en de aangekondigde aanpassingen op social media heeft gevolgd. De persconferentie is gehouden na de lancering van het Telesuur Nationaal Breedbandproject NBP. Volgens Antonius voelt niet alleen Telesuur, maar elk onderdeel van de samenleving de effecten van de inflatie. Basis daarvan is een ieder genoodzaakt op den duur om zijn tarieven aan te passen. Ik bedoel, we importeren een aantal zaken en daar heb je een koerscomponent. Echter is het niet zozeer is meer gerelateerd aan die inflatie die we hebben, dat we de tarieven moeten aanpassen. Want op den duur, als je dat niet doet, dan krijg je dat je meer kosten maakt dan dat je verdient. Antonius verduidelijkte dat het niet gaat om een koers, maar om een tariefsaanpassing. Verder wordt er volgens hem zorgvuldig berekend hoeveel de aanpassing zal zijn, zodat de samenleving het kan dragen. Onze tarieven zijn in SRD en op basis daarvan hebben we de SRD-tarieven aangepast. Nogmaals, en dit eraan toevoegen, we hebben het aangekondigd omdat conform onze voorwaarden voor bepaalde diensten we het een maand van tevoren moeten aankondigen. Dus het is een aankondiging geweest dat u ervan op de hoogte bent dat de tarieven per 1 juli aangepast zullen worden. En 11 maanden terug was de vorige. Aldus waarnemend directeur Mike Antonius is vandaag nader ingegaan op de aangekondigde tariefsaanpassing van het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur. Deze aanpassing gaat 1 juli 2017 in. Volgens hem is de aanpassing noodzakelijk, gezien het bedrijf al enige tijd niet kostendekkend opereert.